Vandaag lanceert DJI een aantal mooie nieuwe producten en daar gaan we je alles over vertellen. DJI kennen we van hun grote product line-up. Van hele kleine toestellen, beginnend in een consumentenrange van nog geen 250 gram, tot hun grote enterprise toestellen zoals de Matrice 300 of hun Agra spray drones. En soms komen die line-up van consumenten en enterprise wat dichter bij elkaar. En dat hebben we een tijdje geleden voor het eerst gezien bij de Mavic 2, die initieel uitkwam als meer een consumententoestel in de Zoom en de Pro, en daarna uitkwam in een enterprise variant van de Enterprise Zoom, de Enterprise Dual en uiteindelijk de Mavic 2 Enterprise Advanced. Nou, zo'nzelfde line-up gaan we deze keer ook toevoegen, want de Mavic 3 is al een tijdje als consumententoestel op de markt en vandaag komen daar de Enterprise toestellen van de Mavic 3 bij. En er komen niet één, niet twee, maar zelfs drie verschillende varianten van. En in deze video ga ik je vertellen wat daar precies de verschillen van zijn. We beginnen eigenlijk met het standaard model en dat is dan de Mavic 3 Enterprise. En ze heten natuurlijk aan de ene kant allemaal Enterprise, maar ze worden deels door een andere toevoeging genoemd. Dus deze Mavic 3 Enterprise heet ook echt de Enterprise. En dat is eigenlijk het standaard toestel met RGB-camera's. Nou, qua koffer en layout kennen we dit wel een beetje van de Mavic 2 Enterprise. Hier de mogelijkheid voor de additionele accessoires waar we zo bij komen, met nog wat extra ruimte daaronder voor diverse dingen. Hier een rijtje batterijen die je kwijt kan. Uiteraard het toestel zelf en de smart controller die er standaard bijgeleverd wordt, zitten er natuurlijk ook in. Qua gimbal guard is het wat anders dan de Mavic 3, want bij de Mavic 3 heb je zo'n hoesje die helemaal rondom het toestel gaat. En bij de Enterprise is het puur een gimbal guard, dus deze lock aan de voorkant halen we eraf. En om de props heen zelf zit verder niks. Als we naar het toestel kijken, dan zien we in basis gewoon een Mavic 3. En dat is ook best wel logisch natuurlijk, aangezien het een afgeleide is van die Mavic 3. Maar er zijn toch een paar kleine verschilletjes als we deze Enterprise vergelijken met een gewone Mavic 3. En dat begint eigenlijk aan de bovenkant. Daar zien we twee hele duidelijke verschillen. Aan de ene kant zien we hier de beacon die standaard ingebouwd is. Waar dat bij de Mavic 2 Enterprise een los accessoire was voor bovenop, zit de beacon bij de Mavic 3 Enterprise gewoon standaard in het toestel gebouwd. En hier aan de voorkant hebben we de ruimte om die additionele accessoires te plaatsen. In het midden zit daar de USB-C aansluiting waar die modules dan verbinding mee maken. En links en rechts daarvan zitten dus twee schroefaansluitingjes waar de schroefjes dan ingaan om dat mee vast te zetten. Nou, verder zie je aan de voorkant op het armpje natuurlijk Mavic 2 Enterprise staan om aan te geven dat dit de Enterprise variant is. Maar anders dan dat zie je heel erg veel en Mavic 3 en lijkt het dus voor 99% van de dingen op de gewone Mavic 3 die we kennen, met de grootste verschillen aan de bovenkant. Bij de remote geldt dat hetzelfde. Dit lijkt ontzettend op de DJI RC Pro, maar het is de DJI RC Pro Enterprise variant. Dus er zitten technisch gezien wat kleine verschilletjes in ten opzichte van de gewone RC Pro, maar qua hoe die eruit ziet en de knoppen en alles wat erop zit, is het volledig vergelijkbaar met de gewone RC Pro. Dus wat dat betreft zul je daar niet heel veel verschil in ervaren. Waar wel anders is, is de app die erop zit. Want de hele DJI Mavic 3 Enterprise line-up draait op basis van de Pilot 2 app. Net als met onder andere de Matrice 30. En de gewone toestellen die draaien natuurlijk met de DJI Fly app. Dus qua app zit daar wel een groot verschil in. Verder ook bij de remote aan de bovenkant, onderkant, is eigenlijk alle aansluitingen hetzelfde. Dus je hebt de HDMI-uitgang, de USB-C-uitgang en de SD-kaartlezer aan de onderzijde. Aan de bovenzijde natuurlijk de antennes die je kunt verstellen en de foto-videoknop en gimbalwieltjes. En aan de achterkant ruimte om je joysticks in te doen en de C1 en C2 knoppen die je kan toewijzen. Dus qua look en feel volledig een RC Pro, technisch net eventjes wat anders. Als we deze twee toestellen dan naast elkaar zetten, dan zien we qua formaat best wel een overeenkomend toestel. Dat lijkt wel heel erg op elkaar, anders dan dat de Mavic 3 verschillen die er met de Mavic 2 waren gelijk zijn. De propjes zijn een fractietje groter,
toestel staat net iets hoger op zijn pootjes. Je ziet dat de bodemvrijheid aan de onderkant wat anders is. Dat komt ook vooral omdat de Mavic 2 nog deels aan de achterkant op de grond staat. Waar de Mavic 3 volledig op zijn armen staat, waardoor de hele bodem vrij is. Dus daar zie je wat verschilletjes in. Maar verder qua formaat lijkt het wel redelijk overeen te komen. Wat zijn dan de verschillen? Nou, de grootste verschillen is de camera. En dat is ook eigenlijk het hoofdverschil tussen alle drie de varianten van de Mavic 3. Er komen drie varianten. Dit is dus de gewone Enterprise versie. Die heeft twee RGB-camera's, een goede hoofdcamera en een zoomcamera. Dan hebben we de Mavic 3 Thermal. Dat is ook een variant met twee RGB-cameraatjes en daarnaast een thermische camera. En er komt als derde een Mavic 3 Multispectral. Maar die variant zal pas in oktober komen, vandaar dat we die hier ook nu niet hebben. En dat is dus de Multispectral variant van de line-up. Nou, waarom dan die gewone Mavic 3 Enterprise? Dat is eigenlijk een combinatie. A, voor de mensen die thermische gedeelten niet nodig hebben. Maakt het toestel onnodig duur en zorgt ervoor dat je makkelijker met die Mavic 3 aan de slag kunt. Maar het is ook een beetje een alternatief voor de Phantom 4 RTK. Want de hoofdcamera die hierin zit, beschikt in tegenstelling tot de gewone Mavic 3 over een mechanische sluiter. En daarnaast kun je met die optionele accessoires RTK GPS toevoegen aan dit toestel. En in die combinatie met RTK GPS, een goede hoofdcamera met mechanische sluiter, zorgt ervoor dat je met dit toestel ook perfect kunt mappen. En daarnaast kan de Mavic 3 wat sneller foto's opslaan dan de Phantom 4 RTK dat kan. Waardoor je tijdens het vliegen met een hogere vliegsnelheid je mappingvlucht kunt uitvoeren. Zonder dat je tegen de beperkingen aanloopt van de maximale aantal foto's wat je achter elkaar kunt maken. Dus daarmee is de Mavic 3 Enterprise, de gewone variant, voornamelijk geschikt voor mapping en in general RGB inspecties. Waar ook een stukje zoom bij nodig is. Verder heb je dan dus de voordelen van de modules die je erop kunt zetten, het Enterprise variant en op dit moment dus die RTK module die erop kan en een speaker module komt er bij de release van. Mogelijk dat er op een later moment nog andere accessoires komen die erop kunnen, maar dat zijn de twee losse accessoires die je daarbij kunt zetten. Om je te laten zien wat dan het verschil is tussen de Mavic 2 Enterprise Advanced en de Mavic 3 Enterprise, als we het puur over de RGB-camera hebben. We hebben even een klein filmpje voor je om te laten zien als we beide camera's gaan inzoomen in de showroom, hoe dat er dan uitziet. Je ziet hier beide camera's beginnen in volledig uitgezoomde stand en dan gaan ze naar volledig ingezoomd toe. Er vallen eigenlijk twee dingen op. Je ziet sowieso dat het zoomen veel vloeiender gaat bij de Mavic 3 Enterprise. Dat is veel meer zoals je dat gewend bent van een drone met een daadwerkelijke zoomlens. Daarnaast zie je ook dat zodra je wat verder inzoomt, dat de lichtgevoeligheid van de sensor, zeker van de Mavic 2 Enterprise, toch echt wel wat slechter is. Hier hebben we twee fotootjes naast elkaar gezet die allebei 32 keer ingezoomd zijn. 32 keer is bij de Mavic 2 het maximale. En hier zie je wel heel duidelijk, niet alleen qua detailniveau, dat de resolutie een stuk hoger is, maar ook dat simpelweg de lichtgevoeligheid van de Mavic 3 een stuk hoger is. Waardoor je niet alleen meer detail ziet, maar ook gewoon simpelweg een betere resolutie hebt. En dus gewoon een hoop meer ziet. Daarnaast is het maximale zoomniveau van de Mavic 3 nog iets verder. Want de Mavic 2 hield dus op bij 32 keer. Maar de Mavic 3 Enterprise die gaat in totaal naar 56 keer zoom. Dat noemen we hybrid zoom. Dus het is een combinatie van optisch en digitaal. En dat zie je hier ook naast elkaar, waarbij je aan de ene kant volledig uitgezoomde hoofdcamera ziet. En helemaal in het midden van het plaatje staat dus dit drone-landvisitekaartje, wat je uiteindelijk met die 56 keer zoom ziet. Nou, die verschillende zoom die halen we door die verschillende cameraatjes. Waarbij de Mavic 2 één RGB-camera was, die weliswaar 48 megapixel was, maar dus een heel stuk digitaal moest inzoomen, is het bij de Mavic 3 een combinatie. Je hebt dus twee camera's. Bij de gewone Enterprise is dat de grote hoofdcamera en daarboven de telefotocamera. En die telefotocamera die heeft ten opzichte van de hoofdcamera een lens die ongeveer 6,5 keer ingezoomd is. En het eerste stukje doet hij dus digitaal inzoomen vanaf die hoofdcamera een stukje inzoomen. Dan komt hij op het punt dat hij over gaat schakelen naar die telefotocamera. En dan gaat hij ook op die telefotocamera weer een stukje digitaal inzoomen. Om in zijn totaliteit aan die 56 keer hybrid zoom te komen. Waarvan dus 6,5 keer optische zoom is.
Dus daarin zie je een groot verschil op het moment dat jij RGB gebruikt. En zeker ook voor een stukje inspectie, een stukje RGB inzoomen gebruikt. Een heel groot verschil tussen deze twee toestellen. En de camera is dus ook een stuk verbeterd. Nou, als we dan de andere variant van de Mavic 3 Enterprise erbij pakken. Want dan komen we dus bij de Mavic 3 Thermal. Aan deze kant. Qua koffertje, layout en alles wat erbij zit, is het uiteraard exact hetzelfde als bij de Mavic 3 Enterprise. Dus daar ga ik niet te diep op in. Maar het grote verschil zit hem in de camera. En als we die naast elkaar houden, dan zien we daar ook wel een heel duidelijk verschil in. Want als we de Mavic 3... Even kijken of we dat zo naast elkaar kunnen laten zien. Als we dan de Enterprise en de Thermal naast elkaar houden, dan zie je dat die twee camera's echt wel een heel erg groot verschil zijn. En dat is, het verschil zit hem in een paar zaken, want de Mavic 3 Thermal heeft dus eigenlijk een extra sensor, waar die net als de Mavic 3 Enterprise gewoon twee RGB-camera's heeft. Dus je ziet hier bovenaan de telefotocamera en hier onderaan de wide-camera. De hoofdcamera is dus wel een stukje kleiner dan die van de gewone Enterprise. Dus daarom dat die beter geschikt is voor mapping. Hier komen ook prima foto's uit, maar de hoofdcamera van de Enterprise variant is beter. De Mavic 3 Thermal heeft dus nog steeds wel hetzelfde concept met een wide en een telefotocamera. Om daartussen te wisselen en in combinatie met digitale zoom op die 56 keer hybrid zoom te komen. En als derde camera zit daar dus de thermische camera bij. Die zien we hier aan de onderkant, onder de telefotocamera. En daarmee heb je dan dus de combinatie van niet alleen die 56 keer hybrid zoom die we bij de gewone Mavic 3 ook hebben. Maar heb je dus ook de mogelijkheid om die thermische camera te gebruiken. Nou, van die thermische camera hebben we natuurlijk ook een voorbeeldje. Hier zie je een voorbeeldje in het zwart bij ons in de showroom van de Mavic 3 Thermal. En we kunnen hem ook eventjes naast de Mavic 2 zetten. Om een vergelijking te maken tussen de Mavic 2 Enterprise en de Mavic 3 Thermal. En hier zie je vooral dat de thermische camera van de Mavic 3 net ietsje gevoeliger is. Waardoor die onder andere de hitteafstraling boven de lampen aan de bovenkant. En ook iets meer details in het glas laat zien. Waar dat bij de Mavic 2 net iets minder is. De resolutie is hetzelfde. Dus wat dat betreft zitten op thermisch vlak geen hele grote verschillen tussen beide toestellen. Maar de combinatie van die hybrid zoom met de thermische camera's maakt natuurlijk wel een groot verschil. Dat was een van de dingen waar je bij de Mavic 2 toch wel soms tegenaan kon lopen. Dat aan zich de camera's hartstikke prima zijn. Maar dat zeker op het RGB stukje dat daar wel iets in tekort gekomen kwam voor sommige toepassingen. En dat vult de Mavic 3 Thermal nu eigenlijk perfect aan. Want hij biedt vergelijkbare thermische capaciteiten, maar met de mogelijkheid van twee RGB-cameraatjes, een stuk meer optische en hybrid zoom, waarbij je veel meer in beeld kunt brengen met die RGB-camera. De derde variant die we hier dus nu niet hebben, dat is de Mavic 3 Multispectral. Wederom qua toestel exact hetzelfde, met als enige toevoeging dat de camera dus anders is en een multispectrale camera bevat. En die zal dus de alternatief worden voor de Phantom 4 Multispectral. Waardoor eigenlijk alle combinaties die we hadden van de Phantom 4 RTK, Phantom 4 Multispectral en de Mavic 2 Advanced zometeen een vergelijkbaar alternatief voor beschikbaar is in de Mavic 3 line-up. Mavic 3 is natuurlijk een wat nieuwer toestel, nieuwere technieken en daar zie je deze varianten ook in tevoorschijn komen. Alle accessoires verder zijn uitwisselbaar, dus die modules aan de bovenkant, batterijen, alles is hetzelfde. Het verschil tussen deze modellen zit hem echt in de camera. En daar is het verschil groot. Zeker die hybrid zoom maakt gewoon een gigantisch verschil. Dit is eventjes een eerste blik op de Mavic 3 Enterprise toestellen. Dus we hebben de Mavic 3 Enterprise, de Mavic 3 Thermal. En die moet je er eventjes bij denken in de Mavic 3 Multispectral. Zodra die binnen is, gaan we daar natuurlijk ook zeker nog eventjes wat meer over vertellen. Het product is vandaag aangekondigd, dus je vindt nu ook op onze website alle informatie over dit toestel en alle dingen daarbij. Groot verschil los van het toestel is nog dat de app wat anders is. Want ook daar is natuurlijk een groot verschil. Ondanks dat de remote heel erg lijkt op die van de gewone Mavic 3...
is de app heel erg anders, omdat die dus op een ander platform draait. Waar de Mavic 2 op de Pilot versie draait, draait de Mavic 3 Enterprise op de Pilot 2 app. En die kennen we natuurlijk ook al een beetje van de nieuwe updates van de M300 en de nieuwe M30. Maar daar zie je ook wel een verschil. Als je hier kijkt, is dit het hoofdscherm van de huidige remote. Dus van de Mavic 2 Enterprise op het moment dat je die gebruikt. En op het moment dat je dan naar Pilot gaat, dan krijg je eigenlijk de standaard app. Met een stukje Mission Flight en een stukje Manual Flight. En op het moment dat we dan wisselen naar de Mavic 3, dan zien we de layout die we gewend zijn van de M300 nieuwste update. En van de Matrice 30. En dan zie je een heel andere layout. Het is een stuk frissere layout. Een hoop dingen zijn wat anders vormgegeven. En dat ziet er in mijn ogen een stukje duidelijker en beter uit wat dat betreft. Dit is bijvoorbeeld je pre-flight check. Een heel duidelijk overzichtje met wat basisinstellingen. Je critical alerts. En kun je ook gelijk naar je health management system toe gaan om alle updates en dingen te checken. En ook in het hoofdscherm zie je daarin wel een stukje verschil met de gewone Mavic 2. Dat alles net eventjes wat anders is vormgegeven en er net eventjes wat anders uitziet. Even kijken, zo heb je heel de app erbij. Als we dit vergelijken met de voorgaande versie, dus met de Mavic 2. Dat duurt even dat die overschakelt, maar die is hier. Dan zeker op het relatief kleine 5,5 inch schermpje wat je in die remote hebt, zit er best wel veel icoontjes en gebeurt er heel veel in de Pilot app. En bij de Pilot 2 app zie je dat dat toch net eventjes wat mooier is vormgegeven en wat duidelijker is. En zeker ook met die zoomcamera's wat meer mogelijkheden biedt, zoals je nu ook dat ingezoomde stukje ziet als je zou wisselen naar de zoomcamera toe bijvoorbeeld. We hebben nu natuurlijk eventjes een ander beeld of zo. Hier zie je dat ietsje meer. Als je dan inzoomt, dan wisselt hij gelijk naar dat beeld toe. En een heleboel dingen die we kennen vanuit de M300 zitten dus ook hier nu in de app. En dat maakt het een stuk overzichtelijker wat dat betreft. Nou, mocht je nou meer over deze toestellen willen weten, alle informatie staat bij ons op de website. Dus daar kun je alles vinden. Mocht je zo'n toestel willen aanschaffen of er vragen over hebben, dan kun je uiteraard terecht op droneland.nl of even contact met ons opnemen.